We zijn nu in de topsporthal. Ze zijn helemaal nieuw gebouwd. En hier hebben wij met onze school les. Ja, want je bent sinds dit jaar weer begonnen met school. Ja, 3 jaar geleden heb ik in het Nederlands team gezeten. En toen zat ik hier ook al op school. En dat was eigenlijk niet te combineren met de uren die ik hier had. Dus toen heb ik samen in overleg met school besloten om mijn studie tijdelijk stop te zetten. En nu zit ik niet meer in het Nederlands team. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik weer mijn studie heb opgepakt. Je bent dit jaar overgestapt van DVO naar Blauw-Wit. Hoe bevalt dat? Heel erg goed. Het heeft natuurlijk, zoals iedereen weet, wat moeite gekost. En iedereen weet het verhaal ook. Ik zit hier nu op school. Ik sport bij Blauw-Wit. En ik heb het enorm naar mijn zin bij Blauw-Wit. Een hele leuke groep. Leuke club met fijne mensen ook. En ik zit er helemaal in. Dus ik ben wel heel blij met de keus. Iedereen kent het verhaal, maar het werd je niet per se in dank afgenomen allemaal. Nou, dat viel me eigenlijk nog best wel mee. Er zijn natuurlijk altijd mensen die er wat meer moeite mee hebben om daarmee om te gaan. Uiteindelijk komt dat ook wel weer op zijn pootjes terecht. Dus als ik het nog een keer zou kunnen doen, dan zou ik het niet zo doen. Zo is het ook, maar ja. Hoe is dat zo gekomen? Waarom in één keer toch wel en toen weer niet? Nou ja, dat had ermee te maken dat ik had natuurlijk van beide kanten gesprekken. En ik heb daar wel moeite mee om DVO los te laten. Ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik, toen ik zei dat ik naar Blauw-Wit ging, uiteindelijk toch niet de stap durfde te maken. Of ik weet niet wat het was, maar er zat me nog iets dwars. En ben ik dus teruggegaan. Maar daarna kwam het verhaal van mijn school. Ik heb toen pas daarna mijn school hier benaderd of ik hier weer mocht beginnen. Want dat was ook voor mij niet zeker. En dat is naar de examencommissie gegaan en daar kwam uit zich uit dat ik gewoon weer hier mocht beginnen in het tweede jaar met een schone lei. Ja, en toen dacht ik wel van, shit, dit is best onhandig, om maar even zo te zeggen. En dan, wat kan je dan doen, ga je denken? Kan je dan, omdat iedereen denkt dat als je nu nog een keer teruggaat, dat iedereen denkt dat je een idioot bent, ga je daar rekening mee houden of kies je voor jezelf en kies je ervoor om uiteindelijk alsnog naar Blauw-Wit te gaan. En ik heb dat laatste gedaan, omdat ik simpelweg gewoon voor mezelf kies in dit geval. Nou, dit is de school waar ik door de week rondloop. Dit is de ALO, zeg je. En wat is dat voor opleiding? Dat is eigenlijk simpel gezegd opleiding tot gymleraar. Dus dat je straks in de gymzaal les gaat geven. Ik denk dat het altijd goed is als je weer even in een nieuwe omgeving komt. En in mijn geval is dat goed uitgepakt. Ik zit er lekker in en ook met het team spelen we gewoon goed. En staan we daarom nu op een derde plek. En dat is wel fijn. Als jij naar een andere club gaat, dan worden er toch wel dingen van je verwacht. En dat is wel fijn als je dat ook kan waarmaken dan. Ja, en DVO is helemaal afgezakt naar de achtste en misschien wel degradatiekandidaat. Ja, dat is vervelend voor DVO en dat gun ik ze ook echt niet. Want DVO, ik vind dat DVO ook gewoon een club is die op het hoogste niveau hoort te spelen. Eén na grootste club van Nederland, een hele enthousiaste jeugd erachter. Gewoon het is gewoon een hele mooie club, dus ik hoop dat goed uitpakt uiteindelijk. Je hebt echt non-stop trek op deze opleiding, want je bent alleen maar aan het sporten. Heb je dan nog wel energie over om nog te korfballen aan het eind van de dag? Ja, zeker. Je kan ook wel af en toe een beetje chillen. Dus ze hebben ook boven hebben ze zitzakken waar ik af en toe in te vinden ben. Soms dan slaap ik een half uurtje. Dat zorgt er ook weer voor dat je wat energie kan besparen. We gaan hier even omhoog. Het is nu tentamentijd, hè? Ja, tentamentijd. Kijk maar, hier heb je alle straffe stoeltjes en tafeltjes opgesteld. Wat is het tentamen had jij net? Biomechanica had ik net. En dat is rekenen. En daar hou ik niet zo van. Nu over naar deze zaterdag. Waar gaan jullie op letten tegen top? Waar we eigenlijk vooral op letten is op onszelf. En we merken dat best goed gaat. Dus natuurlijk heb je altijd wat
wat speelwijzes dat je eventueel zou kunnen doen. Maar het gaat er bij ons om dat wij vanuit onze eigen kracht gaan spelen. Want ik denk oprecht dat, ondanks dat PXC en Top natuurlijk vol met internationals zitten, wij als team wel heel wat kunnen klaarspelen tegen die, individuele klasses die ze bij PXC en Top hebben. Dus ik denk dat gewoon dat het een spannende pot wordt en dat we ook kans hebben om te winnen. Ja, daar kan je fietsen als je aan het studeren bent. Leer je dan beter? Nou, ik zit er nooit op. Ik heb geleerd dat je je energie moet besparen als je op de adem zit. Kijk je al richting Chico? Soms sluipt er af en toe een beetje een gedachte in mijn hoofd van wat zou dat tof zijn. Want ik heb natuurlijk eigenlijk in de league altijd bij DVO gespeeld. Proberen niet in de degradatiezone te komen. En middenmoot. En nu speel je echt om de prijzen. En dat vind ik wel heel tof. Dus soms dan schiet er wel eens een momentje dat ik daaraan denk, ja. Iedereen kan lekker naar je kijken. En ik ben vaak diegene die ook nog het langst blijft zitten. Dus die dan, klas al staan. Dan heb je, ja, precies. Dan heb je iedereen hier voor de ramen staan. Momo zit er nog. Ik heb er nog twee te gaan. Een beetje vertrouwen in? Ja. We hebben deze week 5 toetsen. Daarvan hebben we er nu dus 3 gehad. Je moet gewoon je kansen gaan spreiden. Als je ze allemaal gaat proberen te halen, dan haal je ze allemaal net niet.